Waar ik voor vrees was dus net gebeurd. Oude lul. Ik ben nu momenteel het nieuwe huis en ik heb niet zo goed nieuws. En oh, ik weet het niet hoor. Er gaan alleen maar dingen mis. Ja, hier. Kijk. Hele rare vlekken. Goedemorgen, het is vandaag maandag en wij zijn even aan het opruimen, want we hebben gisteren alles opgeruimd. Boven op zolder hebben we alles uit het schot gehaald, maar de vloerenman belde net en we hadden dus een witte gietvloer voor boven gekozen. Maar daarboven is alles crème geverfd, dus het vloekt nu echt als een malle. Dus we gaan nu heel snel even kijken naar het nieuwe huis en waarschijnlijk gaan we dan het hele weekend verven. En met de vloer was het ook al een paar keer niet goed gegaan, want je zag vlekken en hij wilde het heel graag weer opnieuw doen. Dus dat gaat nog wel even duren dus nu. En ja. Deze, wat moet hiermee gebeuren? Eerst maar even hier, oh. Die gaat wat grof aan binnenkort. Oké. Okay. Oude lul. We gaan nu dus naar het nieuwe huis toe. Ik, weet... Oh, die sleutel weer. Wij zijn wat vergeten, de oplader van de Ring doorbel, zou ik zeggen. En oh, ik weet het niet hoor. Er gaan alleen maar dingen mis. Maar om nu alles weer wit te gaan verven, is echt een pokkenwerk. Ook de plafonds, hè. Het is echt een pokkenwerk. Het is echt voor de tweede verdieping helemaal en de zolder dus helemaal. Plafonds, balken, alles. Trap. Daar had ik dus ook geen zin in. Maar ja, het moet nu dus wel gebeuren. Want dat wit met crème vloekt als de malle. Dus ja, dat gaan we... Ik ga nu even bekijken. Ik ben wel blij dat ik even het huis in mag. Want ik ben al een week niet in het huis geweest. En met, zoals ik al zei, met de vloer was het ook fout gegaan. Want die wilde die nog een keer leggen beneden. Nou, boven wilde die vandaag ook nog een keer leggen. Want er was een luchtbubbel ingekomen. I don't know. Dus dat moet allemaal nu gebeuren. Heb je hem? Ja. We can go. Ja, die kozijnen die kunnen we wel even verven inderdaad. Maar ik bedoel, de muur en de vloer vind ik niet zo heel erg. Ja, dat vind ik wel meevallen hoor. Ik vind dat niet zo heel erg. Jij wel dan? Nee. Ik denk wel de kozijnen inderdaad. Oh, dit is echt mooi. Ja, dat voelt lekker aan, hè? Ja. Toch, nou, ik vind het wel mooi hoor. Alleen kijk, deze deur hadden we dus wit geverfd. Maar dat is echt lelijk met dat crème. Dus we gaan hem nu zwart verven. En de trap... Ja, weet ik eigenlijk niet. Vind jij het heel erg storend boven? Wil jij dat helemaal verven of vind je het wel oké? Okay? Ja, maar als deze zwart is, dan valt het niet meer zo op, hè? En dat randje ook zwart met die stalen deur. Dit ziet er echt heel erg raar uit. Zo, ik ben nu thuis en ik heb even een tomatensoepje gemaakt voor mezelf, want ik heb honger. Ik had het nog niet ontbeten. Oh, mijn haar ziet er echt als een zwerverachtig uit. Zo pluis als de neten, maar dat maakt niet uit. Anyhow, we zijn net teruggekomen en ik vind het eigenlijk nog wel meevallen. Het contrast tussen het wit en de crème. Maar Nick die stoort zich daar wel echt heel erg aan. Dus ja, we shall see wat we gaan doen. Ik bekijk het wel als ik er echt goed op mag en als alles echt helemaal af is. Want nu mocht ik er niet op, dus ik moest echt vanaf de trap foto's maken. Dus dat schiet ook niet op. Ik ga nu in ieder geval mijn soepje eten. Ik heb lekker tomatensoep. Lekker, lekker. Want ik heb echt honger, zoals ik net ook al zei. Met een theetje en een bruine borrel. Die je lekker erin doopt. Oké. Okay. Opruim deel nummer 2. Het zijn allemaal oude kleren van mij, Memphis en van Alessio. Alles gaat naar het goede doel. Maar ja, we hebben alles in ieder geval gesorteerd. Mijn kast is bijna helemaal leeg. Let niet op mijn hoofd hoor. Ik heb echt haar van 3 weken oud. Keuk. Laatste tijd weer heel erg lastig gaan. Ik denk wel dat stressen. Maar ja, morgen ga ik beginnen met al het speelgoed op te ruimen. En hoef, halleluja. En we hebben echt al veel gedaan. Ik heb nog 4 weken voordat ik hier het huis uit moet. Echt moet. Dus ja.
Ik baal een beetje van mijn gezicht dat hij zo onder zit. Ik moet echt naar de schoonheidsspecialisten, maar ja, daar heb ik nu echt geen tijd voor. En wat ik ook echt moet doen, is gewoon minder gaan stressen. Ik moet gewoon echt wat meer gaan mediteren tussendoor. Ook al lukt het niet in de zooi wat ik hier om me heen heb. Want ik heb echt dozen. Daar ligt een doos. Maar ik ga het laten zien, want ik heb ook een nieuwe tv besteld voor beneden. Die Frame TV. Maar ja, niks kan daar opgeslagen worden, want de vloeren moeten nog gedroogd worden. Dus alles moet hier staan. En het begint nu in dit kleine woningje van mij wel echt super vol te raken. Dat is gewoon, nou. Daar staat de tv. Daar staan ook spullen wat mee moeten. En daar achter de bank heb ik nog een doos verstopt. Hold on, want ik heb ook nog een nieuwe stofzuiger en een nieuwe dwel gekocht. En die heb ik dan hier opgeslagen. Kijk, al die pakketjes. Hier in deze kast heb ik ook nog spullen opgeslagen. Wat moet in het naar het nieuwe huis moeten. Dus zoals je kan zien, leef ik in een zooi. En heb je boven nog niet gezien, want boven heb ik een nog ergere zooi. En daar slaap ik. En als ik ergens een hekel heb, is het zooi om me heen. Ik ben daar allergisch voor. Ik kan daar niet tegen. Ik ga daar helemaal aan kapot van binnen. Vandaar dat mijn bek helemaal onder de pukkel zit. Omdat, ja, ik trek dat gewoon niet. Dat is mijn drama. Ik kan daar gewoon niet tegen. En ik word er heel erg onrustig van, als je het niet al had gemerkt. Maar lukt dat dus niet? Tot rust te komen. Dit zijn de kleuren. Ik hoop dat je het een beetje goed ziet. Dit is voor in de badkamer van de jongens. Het is een beetje grijs. Ja, met dat licht. Ja, hier is beter. Wacht. Dit is de badkamer van de jongens. Die is gewoon een beetje grijs. Dit is de mushroom kleur. En die komt helemaal in de woonkamer. En dit worden alle kozijnen en de deuren. En dan heb ik hier nog een kleur, dat is wit en daar, dat wordt boven en op zolder dus helemaal. En heb ik hier nog een soort van zacht roze kleurtje en daar doe ik de toilet mee. Dus ja, dit is even voor boven, voor hun slaapkamer. En dit is dan even het kleurenpalet voor beneden. En voor zolder heb ik weer een ander kleurenpalet. Maar dan komt deze wel weer terug, want daar ga ik. En die komen ook weer natuurlijk, de kozijnen en de deuren worden weer zwart. Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en ik heb 2 afspraken op de planning staan. En morgen, zaterdag, mag ik eindelijk in het huis. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben al een week niet binnen geweest, dus... Ja, Carglass zit op de achtergrond te jengelen. Ik ben al een week niet binnen geweest. Dus ik ben zo benieuwd hoe de vloeren eruit zien. Helemaal alles af gewoon. Maar we hebben vandaag dus 2 afspraken. We gaan naar de verfboer. Ik weet niet of je dat zo noemt. Verfboer. I don't know. En daarna hebben we een afspraak voor de badkamers. Want we willen daar betonsieree doen. En we moeten even naar de kleur kijken welke we willen. Gisteren heb ik dus echt iets superleuks bij de H&M gescoord. Dat zijn 2 van die boho kussentjes en een vaas met een halve vrouwengezicht erop. Wacht even. Super cool. Ik dacht, die is echt heel erg leuk. Mega leuk voor het nieuwe huis. Ik heb besloten voor 2020 dat ik me niet meer zo druk ga maken om thumbnails perfectie. Ik ga het proberen los te laten. En nu dit keer echt. Ik heb het al vaak gezegd, maar dit keer echt. Want die perfectie, die nakt me gewoon echt. Daardoor zet ik video's niet online. En ik heb zoiets nu van, misschien is het gewoon beter om een video online te zetten. Ook al ben ik er niet helemaal 100% tevreden over, dan helemaal geen video. Ah. Nou, we hebben dus net zijn bij de kleuren ding geweest. En ik heb hier, ik had al wat kleurtjes laten zien. Maar er is een nieuwe bijgekomen. Dat is een beetje, ze noemen het skin powder. Ja, je ziet het nu eigenlijk helemaal niet. Het is een beetje rozig. En die ga ik voor de wc doen. Dus dan wordt de woonkamer mushroom en de wc wordt dan skin powder. Alleen... we hadden net de vloerenboer geweld. En wij dachten morgen mogen we op de vloeren. Maar dat mag dus niet. Het wordt pas maandag. Dat betekent dus dat we een weekend niet mogen klussen. En ik moet echt alle deuren, alle ramen, dus alle kozijnen moet ik nog zwart verven. Die zijn nu niet zwart. En ik moet nog alle muren verven. Allemaal boven moet alles nog wit gemaakt worden. Dus ik weet niet hoe we dat gaan doen. Uitdaging. Oh ja, en had ik al verteld dat donderdag de keuken komt. Dus ik heb echt 3 dagen, 4 dagen om dat allemaal te doen. Want ik wil het voor de keuken af hebben. Je gelooft het niet, hij is gisteren ziek geworden. En hij had echt een hele hoge koorts. En nu slaapt hij hier. Ik ben blij dat hij aan de
Suzanne, hebben gisteren echt een kutnacht gehad. Ik denk dat we 2 uurtjes hebben geslapen. Nick is naar voetbal met de lesshow. En hij gaat wel vanavond koken, dus daar ben ik wel super blij mee. Want ik ben echt helemaal gesloopt. Echt. Mijn ogen branden gewoon. We zouden vandaag eigenlijk gaan verven. Maar we mogen de vloer nog niet op. Want het moet nog steeds drogen. Het was toch... Ik moest nog een keer over. En het duurde vet lang. Dus vandaar dat we nu weer moeten wachten. Maandag mogen we erop. En nu is het echt zeker dat we maandag erop mogen. Want het is nu klaar. Het is afgelakt. En dan ben ik echt benieuwd. Want de bovenste verdieping en de zolder zijn, heb ik een witte gietvloer gekozen. En iedereen verklaart me een beetje voor gek. Nou, mijn familie niet. Maar de omstanders die verklaren me een beetje voor gek. Ik heb een soort zeg maar iets in mijn hoofd. En dan vind ik het heel lastig als mensen dan een andere mening hebben. Want dan ga ik meteen weer twijfelen en zo. En dat wil ik helemaal niet. Dus daar zit ik eigenlijk nu een beetje mee. En Nick zei al tegen mij van ja, laat het los. Wat maakt het uit? Weet je, het is niet iedereen zijn smaak. Nou ja, ik moet het maar even zien. Ik ga nu in ieder geval even mijn ogen ook dicht, want hij slaapt eindelijk. En ik ga nu ook even slapen, want ik had gisteravond echt slecht. Daar heb ik ook helemaal last van mijn rug. Ik ben gewoon moe. Oké. Ik hoop dat ik nog meer kan filmen dan alleen dit. Nee, we zullen zo wel zien. Ik ben nu momenteel in het nieuwe huis en ik heb niet zo goed nieuws. Want de vloer is dus weer mislukt. Het wordt dus nu de 3e keer dat die geverfd moet worden. Ik zal het even laten zien. Ik zal eerst even uitleggen. Ze hadden dus een verkeerde coating erop gedaan. Waardoor die ja, heel lelijk is geworden eigenlijk. Ik zeg het gewoon even hoe het is. Ik vind het gewoon echt spoed lelijk. Ze komen hem weer herstellen, maar het probleem is deze week komt de keuken. Dus we gaan om de keuken heen leggen. Want we kunnen de keuken ook niet meer verplaatsen. Het is een heel gedoe. Laten de keuken gewoon leveren. Donderdag en vrijdag gaan ze met elkaar zetten. En dan moet de vloer nog maar een keer gedaan worden. Wat we nu wel kunnen doen is gaan verven. Eindelijk, na 3 weken kunnen we beginnen met verven de muren. Dus daar heb ik super veel zin in. Ja, op camera valt het op zich nog wel mee. Maar je ziet hier dus een vlek. Helemaal, die is wat lichter. En je ziet ook gewoon de aanzet van de... Ja, wat voor dingen ze ook gebruiken. Nou, het is gewoon niet zoals ik wil. Als ik die kant oploop. Ja, hier. Kijk. Hele rare vlekken. Dus ja, wat houdt het voor mij in? Dat wij dus nu wel kunnen gaan verven. We moeten wel even alles... De vloer wordt nog een keer geschuurd en opnieuw gedaan. Met de goede coating. En dan heb ik het gewenste resultaat. Boven is het al wel klaar. Daar hoeven we niks meer aan te doen. Gelukkig. Dus dat scheelt. Ik ga nu even alles uitpakken. Dit is de verfpot voor in de woonkamer. En deze... Oh, hij is zwaar. Het is van Vesting. Dit is de kleur Mushroom. Echt een hele mooie kleur. En dit is de kleur Skin Powder. Ook van Vesting. Hele mooie kleur ook. En die is voor de wc. En de wc is... Alles is nog afgeplakt hier. Hier. Dat armoedige potje wat je ziet is de bouwvakkerspotje. Die gaat er vanaf hoor. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag... Ik moet even denken, donderdag en het bad wordt naar boven geplaatst. Het is zo super koud. En gisteren had mijn schoonmoeder echt al heel veel alles in de grondverf gezet. Ik was gisteren thuis bij mijn mensen echt ziek weer was. En ik was even 2 dagen niet online. Of 2 dagen niet gefilmd. Want daarvoor ging ik dus alles verven. Ik zal daar ook even laten zien wat ik allemaal geverfd heb. Maar ik vind het echt spannend. Want ze zeggen dat het nogal een uitdaging wordt om hem door dat kleine raampje te krijgen. Dus ik ben echt benieuwd. Nou, hij staat nu nog in de grondverf hoor, dus hij ziet er echt nog heel ugly uit. Maar dit is dus gedaan. Deze kant is ook helemaal. En hier komt dan een stalen deur in. Dus daarom is het een beetje deurloos. En ik zal even de deur dicht doen, dan zie je het beter. Dit ook. En het wordt ook allemaal mooi zwart. En die deur hebben we er even uitgehaald, want daar moet ook nog verven. Dat was hem eigenlijk. Dat is een zwaar ding, hè? Oh, vind je dat niet eng om daarop te staan? Ja. Jezus.
waar ik voor vrees was, is net gebeurd. We gingen het bad testen en we hadden lekkage. Dus nu heb ik allemaal strepen hier in mijn kamer. Dus nu moeten we dit ook weer helemaal gaan schilderen. Nou echt, wanneer het niet gekker kon worden, wordt het gekker. Kijk eens hier. Nou, misschien zie je het niet zo goed op camera, maar hier heb je een lichte streep. En daar in de hoek ook. Maar ja, dat gaan we dan maar even schilderen. En boven is het bad, staat er nu. Ik had al een foto op mijn Instagram gezet. En nu hebben we hem dus niet meer plat liggen, want dat kan dus niet. Want hij moet dus eerst weer helemaal waterdicht gemaakt worden aan de onderkant. Ik zal het even laten zien. Kijk, dat wat daaronder zit moet helemaal waterdicht gemaakt worden. En als je dan een keer dat het water er wel doorheen komt, dan komt het hier. En dit is allemaal waterdicht, dus dat maakt dan niet uit. Dus het staat nu eventjes zo, want dat moeten we dan nog fixen. En ik heb alvast mijn schilderijtjes naar boven gebracht. Ik denk, dan wordt het een soort van huiselijk. Nou, dat is toch schattig. Heel mooi kleurtje gevonden voor op de muren hier. Maar dat ga ik nog even geheim houden. Mijn vinger zit echt onder de verf. Ik ben bezig met de deuren zwart verf. Ik ben bezig met de mushroom kleur op de muren. De keuken wordt nu geleverd, dus daar ben ik wel heel blij mee. Morgen wordt het in elkaar gezet. Kijk, en deze had ik ook alvast meegenomen. Kijk eens hoe schattig. Oh, die ga ik morgen even ophangen. Oké, ik zie er echt helemaal niet uit. Ik ben ook echt super moe. Ik ben nu in het oude huis en ik ga dus nu doei zeggen tegen mijn huisje. En het is helemaal leeg. Ik hoor gewoon mezelf echoen. Ik zal het even laten zien. Ik ga het wel missen hoor. Ik heb hier zo lang gewoond. En het is een beetje een gek idee dat het na vandaag niet meer van ons is, maar dat het toch iemand anders is. We hebben een heel leuk huis natuurlijk voor teruggekocht, maar het is toch even wennen, denk ik wel of zo. Je hebt hier toch wel heel lang gewoond. Veel herinneringen meegemaakt en zo met elkaar, dus dat is wel even bijzonder. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet er geen dikke vet duim omhoog te geven en te abonneren door jullie hieronder te klikken. Volgende keer dat ik weer een video film, wordt het een home tour. Want ik moet even bij je komen. Ik ben de trappen gelopen. Oh, dat quarantaine gedoe is echt niet goed voor je conditie. Anyhow, ik heb jullie echt vreselijk gemist. En ik ga vanaf nu ook weer proberen om iedere keer gewoon een video online te zetten. En ook weer beginnen met wat ik op een dag eet video's. Dus blijf zeker hangen. En dan zie ik jullie, als het goed is, of dinsdag of vrijdag. Ik probeer dinsdag een wat ik op een dag eet video te filmen. Maar met de kinderen thuis is dat echt een beetje lastig. Dus ik ga niks beloven, maar ik ga zeker wel mijn best doen. Ja, dat was hem. Heb een hele, hele, hele fijne vrijdag. En ik hoop ook een heel leuk weekend. Ondanks dat je binnen moet blijven. Er zijn wel leuke dingen om thuis ook te doen hoor. Nou, doei doeg! Your friends want you every time I call. I know, you know. I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all.